De bestuursambtenaren continue na de waarnemend president Ronnie Brunswijk. Die kon samen naar het bondsbestuur. Ik heb dat we heel pisting monitoren voor een groep politie te bezetten naar de lidfassie. En die continue voor taki naar de VP. Maar op een gegeven moment die kon vanaf 9 uur en 2 uur bakken naar ongeveer dan nog een van bestuur bij kon naar grond voor legding bestuursambtenaren. Van onderhandeling in Waka. En op een gegeven moment dat een groep compagnie. Een contact naar toe voor de bestuursambtenaren en de legde voor voor kona UNU. En we hebben ook toe voor contact naar bestuur. Rasta die maand een konja naar waarnemend president voor actie aandacht voor bepaalde zaken aangaande dienst. Sana model. Slecht nieuws, hoe je vanaf 9 uur 's morgens. Gedemotiveerd en dat is maar hardweer, een groep broko. Maar we zijn nog hier met een kleine groep voor Lucas heeft ze eten. Dus onder na nono de half twee en vanaf 9 uur een big groep beja en een voorzitter daar nog tete. Tot nu toe de man tak de man bezig. Nou was man onze kakonfu, hoor ook naar dat mensen, we zijn nog bezig te onderhandelen. Er is niemand gekomen naar beneden, dus desma maar ik het dan. Eenmaal doen we maar niet kunnen gaan dat we haar gewoon desma bij Abdesam doen toe. Zang naar de onderhandelingspunten. Dat we nog kies ten horen eten, dus dat we wachten toe. Dus ik wil kunnen zelf hoe zei de onkondja naar waarnemen president? Onu konja zo, omdat het bestuur roepen onu op voor kon voor behartig bepaalde belangen voor nu. Bijvoorbeeld het salarissysteem, voor voedstoelagen, dus het een en het ander, het is maar niks moeite, maar tot nu toe hebben we nog niets gehoord. Vanaf 9 uur een maand? Vanaf 9 uur een maand, dat ja. Het is wel erg. Contact aan ONU, hoe de bezig is, wacht, het is een hele groep bij de man, maar een kleine groep die het heeft, voor Arki en Tsepsa. De aanhouder wint? Hopelijk, niet alleen de aanhouder, iedereen. Wat resultaat het? We wachten nog steeds eigenlijk op de bond, maar de rest van de leden zijn moe. En mensen hebben verplichtingen, ze hebben kinderen te verzorgen, anderen zijn met oudjes thuis. Ze hebben, toch, ze hebben hun dingen te doen en we, ze kunnen niet van ons verwachten dat we zo lang nog hier zijn. En wachten, maar we willen, maar er zijn andere verplichtingen. En als, we het, als, we, als er vergeleken wordt dat er andere organisaties hier zijn gekomen en de DC heeft ze ontvangen. En we zien geen resultaat na zoveel uren, want andere mensen zijn al vanaf 9 uur hier. Toch, wij zijn vanaf 10 uur hier. We hebben verzameld en nog geen resultaat. Op een gegeven moment worden we ook moe. Toch, het werkt. De oproep is gedaan om het bestuur te ondersteunen in het gesprek met de waarnemend president. Ja. Bent u wel op de hoogte waarvoor jullie naar hier toe zijn gekomen? Ja, we zijn gekomen om onze belangen te behartigen. Er zijn een heleboel belangen die behartigd moeten worden. We zijn ook hier voor bestuursambtenaren die bijvoorbeeld geen loon krijgen. Nog geen loon krijgen. Andere bestuursambtenaren zijn bevorderd en hun loon loopt nog niet. Er zijn mensen die langer dan 5, 7, 8 jaar een vervoerstoelag hebben aangevraagd en het nog steeds niet kunnen krijgen. We begrijpen dat het niet alleen ligt bij deze regering, want het proces liep al. Voor de verkiezing, maar als we al een fase hebben bereikt, moeten we van dat punt uit verder kijken. En een heleboel bestuursambtenaren beginnen geloof in de bond te verliezen. Dat ga ik wel eerlijk zeggen. En niemand van het bestuur is naar beneden gekomen om jullie aan te geven dat hey guys, we horen spa eten, de gesprekken lopen, maar we hebben nog geen resultaat geboekt. Dus ze zijn naar boven gegaan. Ze zijn in gesprek met de vice-president, waarnemend president. En er kwamen steeds mensen van het kabinet naar beneden. Maar we gingen ervan uit dat als je als bestuur naar boven gaat en het duurt langer, dat tenminste één persoon naar beneden komt en met ons komt communiceren. Toch? Van, kijk, het gaat nog een uur duren of het gaat nog een half uur duren, zodat je kan plannen, zodat je weet van oké, we gaan nog geduld betrachten. Maar als niemand met ons komt praten en de gelederen beginnen zich ongerust, ze beginnen ongerust te worden, toch? Ze beginnen hoop te verliezen, dan gebeurt dat, ja. We gaan het sowieso kenbaar maken, maar
Ik ben geen shopsteward. Ik ben een bestuursambtenaar, ik ben lid van de bond. Dus het ligt aan wat die shopstewards afstemmen met het bestuur. En met de voorzitter en zo. En dan horen we wel wat er gaat gebeuren. Maar we willen sowieso een oplossing hebben. Iemand die kon dan alleen leden voor onderhandelen naar waarnemend president. En een groep bebegie. Maar op een gegeven moment, als geduld beraken op, en dat is maar Payangwe, dat is maar vanaf 9 uur onder ja. Nu is maar van bestuur nog een zakka tegen hun, in hoeverre de onderhandelingen de en of de moest wachten of de moest gaan. En dat is maar Payangwe. Wat is uw reactie hierop? Dus Arki Jabrara, je liever strijd, dat we liever strijd. Wanneer we uitgenodigd zijn als bestuur, naar een instantie, naar de moro bigiman van Kondre, de vice-president. En wanneer je naar boven wordt geroepen en die man heeft andere afspraken, dan moet je wachten. En tegen je leven strijd, dan maakt het niet uit dat ik naar Niguro of naar Aituro, ik kom. Maar je wacht dat resultaat af. Het hangt niet van het bestuur af. Dat het bestuur het kwam tanken geschuiter aan de VP. Want hoe nee, geschuiter, hoe kon voor het doen business, hoe kon voor onderhandel, hoe kon voor het belang van een werkende klasse en belang voor een bestuursdienst. En mij nog kon voor plei mooi weer, ja zo, mij kon ik doen business via bestuursdienst. En als ze dat niet hebben kunnen opbrengen, op die patiëntie de mannen met manchak op, dan is het een zeer kwalijke zaak. Ik begrijp. En ik ben van oordeel dat je ons doen aan het bestuur. Dus weet je hoe lang is het ook prettig aan het. Dus weet je hoe het toch. Het is ook is minder prettig dat we ook lang hebben moeten wachten. Maar als je wacht voor bereik van Sani, dan is het, komt het niet van ons. Toch? En we hebben goede afspraken gemaakt met de VP. De VP zou samen met ons naar beneden komen om de mensen toe te spreken. Maar dat is magwe. Zo wordt er gekeken, je moet kijken en alle andere onderhandelingen, alle dit organisatie, tegen de leverstrijd, tegen mij knap in een vijfstond, wie is naar herde, voor Arki naar resultaat, voor het bestuur. Maar als je dit doet, dan een boon teken toch, broeder. Eigenlijk de man zwakke positie voor het bestuur. De man zwakke positie voor het bestuur. De man zwakke positie voor de strefie. Want dan denk je, minogwe. Het is een zwakke positie van bestuur. Waarvoor ben ik hier? Ik heb mijn huis ook gelaten. Half uit je room maand en voor mij kan door. Ja. En als ik naar boven word geroepen. En dat je god dat je snap en wacht. Je beurt voor coincidentie. Want de VP neemt ook niet waar voor de president. Dus je man, ik kan man kwalijk toe. Ik kan man karikong 11:30. Dan ontvang je direct 11:30. Toch? We moeten ook een beetje begrip opbrengen. Dat is een negozo toch, broeder. Samen tak eigenlijk. A positie voor het bestuur no zwakke ombed. Usap sa we do. Ja, mina wa man, met tak altijd. Mi broedu no a strijder. Mina wa maron. En a strijde in mi. Tem opotak me do an sani. Na me go uiterste. Dus mi ne spami erde na a san de bestuur samtenare do. U te kwam verantwoord te tapen nu voor u kan rond aan af en we rond af. Nanga den of zonder den. Bagato rond af naar we lukken van morgen varen. Maar na we roko zou te kip doen dat we rond af. En de afspraken zou wang af VP meki. U sap zijn na de afspraken tak woensdag. We is doen. En we lukken we na binnenlandse zaak alasan voor kan klara feit snel. Tak des makank is de money. En alasan u bereid boem voor. En we got up dat in. Dus als drie zou teken, we ronden af. Pakato ronden af naar Luc Morovara. Ja, maar nu als man heb ik me met op zonder even naar mijn wife het af. Dat nou maar on. En dat alle dem sabi. Dat zonder op den, zonder op den wife het af. En we ronden af, maar pakato ronden af, we gaan de stad bak op Morovara. Met welke eisen is het bestuur richting de VP gegaan vandaag? Dus we hebben eerder met de VP gesproken. We hebben eerder een meeting gehad met de VP omtrent hetzelfde probleem. En de VP was van oordeel, het wordt goedgekeurd. Maar Binnenlandse Zaken heeft anders beslist. Zij vonden van de papieren moest zitten opnieuw en alle soorten van toestanden. De VP heeft net ook met de minister van Binnenlandse Zaken gesproken. En
een afspraak met hem, want hij zegt van dit is ook te lang. VP is nog eens naar een werkwijze. En de VP heeft aangegeven, heeft de minister terstond gebeld om aan te geven van luister, hoe verder, want we gaan rond aan af, want als we aan gaan door. En de minister heeft aangegeven, woensdag 8:00 gaan we met Binnenlandse Zaken en RO aan tafel. En dan zorgen we ervoor dat binnen een week het wordt opgelost. Dat wat meneer Afiankoy net gezegd heeft, is met of zonder. Wij gaan ervoor om de problemen van de bestuursdienst op te lossen. En we weten dat ze werken. En we weten dat ze overal in alle districten te vinden zijn. En dat ze hun krachten geven. En dan, uno liep die in de steek. If ding de van oordeel, zou dit doet die. Nou, een boensani, maar is een, dan naar de verantwoordelijkheid. Maar uno verantwoordelijkheid, naar voor tjaring gaat op een lid vast. Dus ondanks ding liep het bestuur in de steek, het bestuur nou liep het dienst in de steek. Het bestuur nou liep nooit in de steek. Het is een verantwoordelijkheid dat ik naar het tapu. Toch? We worden betaald. Het is een onbetaald iets wat we hier doen. Want wij zijn met ons drietjes hier, Palmtak Afiankoy, mijn persoon. Hoe dit ja? Uno de voesrefja. Ze kwet, uno de voesrefja. Hoe dit die ding? En hoe bewerkstellig, want ze wachten ook al een tijdje. Maar dat geeft niet om dat je wacht een heel tijdje. Dat je ook dat zo nu, die we zakken kon naar grond, VP, zakken kon naar ons naar grond. Voor takken aan jou, dat je verdwijnt. Maar laat me het nogmaals zeggen, in een zwakke positie. Als andere dingen van oordeel zijn, het is hun verantwoordelijkheid. Ik ga ze nooit bespreken, want ons naar de visman voeding. En we zorgen ervoor en we werken naar een stukje behoorlijk bestuur. Dus woensdag worden de gesprekken voortgezet? Dus eigenlijk voortgezet, want als je dat woord gebruikt, dan is het niet jersey, want dat betekent dat, want om een jaar ik bouw, weet ik aan dat. Maar VP heeft vandaag zijn telefoon genomen, dat van de districtscommissarissen, de gelijkstelling aan de departementsdirecteur. Dat is ons voorstel van de bond, het komt niet van de DC's. Maar nu zijn ze gelijkgesteld aan een onderdirecteur. En de gap tussen de bestuursdienst, dat heeft gemaakt dat we een looncorrectie hebben gevraagd voor de bestuursdienst. Een actie van looncorrectie uit hoofden voor mooi weer. We hebben gezegd van al jaren geleden zijn de districtscommissarissen ontkoppeld van de bestuursdienst. Ze zijn gelijkgesteld met een onderdirecteur van het departement. En toen hebben wij gesteld, en ze hebben gevraagd, de bestuursdienst heeft gevraagd, van what about? Want de districtsecretarissen zijn in 9 aangebleven. En wij hebben niet gevraagd, tja de man op het op een OD-schaal. Ik zei, we hebben gevraagd, breng de districtsecretaris naar een hogere schaal en niet geweldig naar 10C, 10B en 10A. En waardoor de ADS'ers, de BO's, de OBO's en de adjunctsecretaris ook worden meegenomen in een kleinere verhoging. Dat is het. Niets anders. Toch? En een gap, dat hebben we ook gelijk gevraagd, van vanwege de verantwoordelijkheden in een district die de districtcommissaris hebben we gevraagd, stel ze gelijk aan de departementsdirecteur. Toch? Ik wil de directeuren niet te onaangenaam zijn, maar de werkzaamheden die de districtcommissarissen hebben, is meer dan, ze zijn dag en nacht bezig op het veld. Toch? En dan actie VP. En de VP zei nog, ik denk aan Setikba, heeft toen de minister weer gebeld. En blijkt dat de president heeft aangegeven dat hij alleen de nieuwe DC's eigenlijk wilde gelijkstellen. Toen hebben wij gezegd van dat kan. Want de andere DC's hebben geen ontslag aangevraagd. Ze zijn thuisgezet geworden. Dus automatisch moeten ze ook meegenomen worden om gelijkgesteld te worden. Want aan de man uit dezelfde maat dat meneer Rokomoro, toch? Toch, hun toelages en hun repress en dat soort van dingen komt dan weg te vallen. Dat is logisch, dat is bij resolutie geslagen. Toch? Dat komt weg te vallen. Maar hun loon, als je daar optrekt, kan je ene niet geven en de andere niet geven. Dat aan elkaar. Het is onmogelijk, bij wet is het zo geregeld. En VP Taki Napchintori, Asano Seti? VP Taki Napchintori, VP Taki leren Ozo aan tafel. En dan we zoeken los het probleem op. Die van de districtcommissaris heeft gezegd dat is al opgelost. Toch? Maar die van de bestuursdienst heeft Binnenlandse Zaken dus dan bewerkstelligd dat kan ik zo'n chinteren. In feite 1 september kan ik mogen lafoe. Dus we leven nu in? 6 september.
6 september, afroeg. Want 14e, CBUMA sluit af. Toch? Dus het kan in oktober, de smolafel.